Dit is het verhaal van de laatste bewoners van de Vrijlemaborg. Sinds de 19e eeuw woonde hier de familie Thomassen uit Tusink van der Hoop van Slochteren. Maar in 1972 werden de financiële lasten te zwaar en verkocht de familie de borg aan een stichting met het doel het huis en landgoed te bewaren voor de toekomst. De laatste bewoonsters waren mevrouw Louise Thomassen uit Tusink van der Hoop van Slochteren en haar dochter, jonkvrouwe Mieke van Panhuis. Met hen keren we nog eenmaal terug om herinneringen op te halen aan de laatste bewoonde borg in Groningen. Nou, het was zo dat Louise de Sandra Veldman, die erfde de Vrijlemaborg van haar vader. Dat was in 1816. En zij is twee keer getrouwd geweest met een Hora Sikkema. Ze hebben hier heel erg lang op de Vrijlemaborg gewoond. Maar dat huwelijk bleef kinderloos. En nou had Louise uit een eerder huwelijk van haar moeder nog een halfbroer, Jan van der Hoop. En daar kon Louise geweldig mee overweg. Die Jan, die had later een kleinzoon en dat was Abraham Johan. En die heeft in 1867 het landgoed Vrijlemaborg geërfd. En hoe heette die? Nou, dat was dus Abraham Johan Thomassen uit Tusink van der Hoop van Slochteren. En kleinzoon die heeft vervolgens hier met vijf kinderen, hij is getrouwd met Gertruida Ketelaar. En ze hebben vijf kinderen gekregen en hebben op die manier hier het landgoed Vrijlemaborg weer helemaal leven ingeblazen. En vanuit die Jan is zeg maar de borg steeds overgegaan van zoon op zoon op zoon. Ja, en het is inderdaad zo dat de laatste generatie, de beide dochters die het landgoed tot januari 1972 in eigendom hebben gehad, die hadden nog die fraaie lange achternaam. En dat waren rechtstreekse achterkleindochters, kleindochters moet ik zelf zeggen, van deze Abraham Johan. Een van die kleindochters is de in 1915 op de borg geboren mevrouw Louise Thomassen uit Tusink van der Hoop van Slochteren. Ze is inmiddels 92 jaar, maar weet heel goed hoe de vorige eeuw toeging op de borg. Samen met haar kinderen, waaronder dochter Mieke van Panhuis, verbleef ze na haar huwelijk nog vaak tijdens vakanties op de borg. Na het overlijden van haar man woonden beide in de periode van 1969 tot 1971 er nog. Het leven op de borg verliep zo'n 80 jaar geleden volgens een strikte tijdsindeling. Nou ja, dit was om 8:30 ontbijt. Dat was tot 9:00 ongeveer. En koffie was er 's morgens niet. Dat was een luxe, die kenden we nog niet. En dan om 12:15 de lunch. En 3:30 thee. En 4:15 verkleden en andere jurk aan voor het eten. Bij dit fonteintje moesten we vroeger onze handen wassen voor het avondeten. Dan moesten we ons eerst verkleden, mooie jurkjes aan. En dan hadden we vervolgens nog natte handjes. En dan met veel moeite konden we deze deurkruk open krijgen. Dan zaten we echt heel lang aan de deurkruk voordat het ons lukte. Dit is dus de eetkamer. En ook wel een zitkamer. Dit was eigenlijk de woonkamer waar we de meeste tijd doorbrachten. En dan s'avonds om 8:00 op de appel bij de thee. En in de winter op vaders kamer boven. En zomers zaten we veel in de grote zaal. En dat was heel aardig natuurlijk, want er waren de deuren open met mooi weer. En dat was heel mooi uitzicht. Jullie aten uit de moestuin zoveel mogelijk, hoor, ja. Van je eigen landgoed. Licht eten, of het lekker was of niet. Ja. Maar je mocht natuurlijk nooit aanmerkingen maken. Want dan kreeg je een dubbele portie als je aanmerkingen maakte. Dus dan hield je wel stil als je het niet lekker vond. Ja. We hebben een kinderjuffrouw gehad uit Zwitserland. Die was 8 jaar bij ons. En toen ze wegging, zei ze dat ze niet van spinazie hield. En ze had al die jaren had ze trouw spinazie gegeten. Dus dat is toch wel... Dan mag je dan zeker een voorbeeld aan nemen. Nou, ik zeg het maar liever. Was er veel personeel in dit huis? Nou, veel. Maar
Er was natuurlijk een keukenmeid en een binnenmeisje en een kamermeisje en een werkvrouw in ieder geval. Die kwam ook voor de was. Ja, en de naaister. En een naaister, ja. Ja. En een echtpaar wat in de keuken woonde, die had daar een appartement. Dat was later eigenlijk. Zo, ja. Ja. Ja, dat was in ieder geval in onze tijd altijd. Ja. Ja. Ik herinner me ook nog dat ik een keer in de gracht viel. En dat toen de man van het echtpaar over de brug aankwam rennen om mij daar bij dat trapje in de hoek van de gracht eruit te halen. Dat zie ik altijd nog voor me. Ik was heel klein, maar dat heb ik wel onthouden. Ja, hoe viel je nou in de gracht? Wat onzin. Ja, we waren daar aan het spelen. Was het ook niet een beetje eng, zo'n groot huis? Ik kan me ook voorstellen dat je dan bang was voor spoken of geesten. Nou, dat viel wel mee. Ik kan me herinneren dat mijn oudste zus een beetje bang was voor een behang wat boven in de slaapkamer zat. Er was een beeld op geschilderd en dat oog miste. Er zat een gat waar het oog had gezeten. En daar was ze altijd een beetje bang voor. Waar de vleermuizen doorkwamen. Ja, ja. En dat was op het oude behang wat nu nog in de gele kamer aanwezig is. En dat is nu gerestaureerd. Vond u het toen in die tijd niet een vreemde slaapkamer? Nou, daar waren we ook zo mee opgegroeid. Omdat we als kind eigenlijk altijd hier kwamen logeren en later hier ook echt woonden. Heb je dat gewoon nooit zo gerealiseerd? Het is nu wel. Nu wel, ja. En het is nu wel qua inrichting heel anders. Ja, ja. Het was toen ook een hele gezellige kamer. Ik herinner me vooral de winters als de kachel inderdaad brandde. En dit is natuurlijk wel een donkere kamer, maar het was altijd knus. Ja. Het is nu meer een museumkamer. Ja, ja. En hiernaast was het boudoir. In de tijd van mijn moeder. Toen was dit haar speelkamer, waar ze met haar poppen speelde. Ze had van die mooie porseleinen poppen. En die zaten hier in een grote kist. En in de tijd dat wij hier woonden, was dit mijn slaapkamer. En ik kan me nog goed herinneren dat ik hier mijn huiswerk zat te maken of lag te maken. En het raam was dan omhoog en was het lekker weer voor de middelbare school, voor het examen. En ondertussen werden er vaak bruidsparen gefotografeerd buiten voor de borg. Dat kon je hier vandaan ook goed zien. Ik ging ook graag spelen met de jongens uit het dorp. Gingen we rovertjes spelen aan de overkant. Dat was enig. Ja. Maar dan moest ik vaak de aanvoerder zijn. Ja, ik weet niet waarom. Maar ja, daar keken ze een beetje tegenop, denk ik. Ja. Dat was. Mocht dat van uw ouders, vonden die dat goed? Wat zegt u? Vonden uw ouders dat goed dat u... Jawel. Maar ik moest middag op de middag thuis komen om 4 uur, moest je thee drinken van 3:30. En dat vond ik natuurlijk heel vervelend. En dan als het om 4 uur klaar was, dan holde ik weer naar het bos en ging weer leuk spelen. Ja. En 's winters veel schaatsen natuurlijk. Hier op de gracht en naderhand op de ijsbaan. Dat was ook heel leuk. Was al regelmatig eigenlijk wel ijs. Oh ja, ik herinner me nog een aardig verhaal. Er staat hier in het weiland hiernaast, dat hoorde nog bij de burcht. Er is een eilandje met een gracht eromheen. En daar staat een boom op en daar staat een ooievaarsnest op. En dan kwamen in het voorjaar de ooievaars weer terug. Maar eerst kwamen ze dan soms wat kijken en dan gingen ze weer weg en dan kwamen ze terug. Maar dan nam vader mij mee in de provisiekast beneden. En daar is een ruitje en dan had hij een verrekijker. En dan ging hij door die verrekijker naar de ooievaars kijken. En dan mocht ik daar ook door kijken. En het was heel leuk. Dan zag je ze staan en dan klepperden ze me en zo. Dat was heel aardig altijd. En dat is heel lang zo gebleven, maar nu komen ze niet meer. Wat voor spelletjes speelde je als kind hier in? Nou, blindemannetje herinner ik me. Dat was altijd leuk hier. Oh ja, een tegenkommertje.
dat kleed wat hier lag, dat was met patronen zo groot ongeveer. De patronen naast elkaar. En ertussenin waren dus rode lopertjes eigenlijk ingeweven. En dan speel je tegenkommertje op die rode op die lopertjes. Ja. Mocht je elkaar niet tegenkomen. En je mocht natuurlijk ook niet hard lopen. Dus dat was heel spannend. En het was behoorlijk breed, er was wel ruimte. Ja. Herinner jij je dat? Nee, ik denk niet dat wij dat deden. Ik herinner me dat kleed, maar ik denk dat jij dat deed toen je klein was. Ja, ja wij deden met gasten ook dat wel. Ja. Moest elkaar bezighouden. Ja. Want je had geen radio, je had geen televisie, neem ik aan? Nee, televisie niet. Ik weet nog wel dat de radio kwam. En dat mocht eerst niet, dat was alles wat je daar door de radio hoort. En wat deden wij? Dat had mijn zuster, denk ik, bedacht. Die hing een klein houten speelgoed botervlootje, zo groot en zo hoog, hing ze naast de voordeur. En daar stond op voor de radio een papiertje geplakt. Dus dan moesten gasten daar wat in doen. En dat vonden mijn ouders toe dan maar, vooruit dan maar. Maar dan had ik een oom en die heeft er een heleboel in gedaan. En toen op den duur mochten we dan een radio hebben. En dat was dus heel bijzonder natuurlijk. En daar zat ik heel veel bij. En vader vond het ook leuk natuurlijk, want je kon alle kanten op horen. En toen had ik ook een klein kofferradiootje. En dat was toen al in de oorlog, want dat was eigenlijk al geheim. Dat verstopten we op zolder. Want toen werden de radio's al in beslag genomen. Ja. En later kwam de televisie. Maar dat was meer in onze tijd. Dat was niet meer in de tijd van mijn ouders. Ja, dat we hier televisie hadden. Die kregen wij op Hummelo, in Hummelo, geloof ik. Ja. Maar wat deed je dan s'avonds hier? Na 7 dan was het diner geweest. Wat ging je dan doen? Nou, je kon spelletjes doen, maar daar waren wij niet zo dol op. En we zaten te lezen en een beetje te praten. Ja. We gingen ook wel vroeg naar bed, denk ik. Ja. Om 10 uur of zo. Ja, zeker. Ja. Dat weet ik niet meer. Nou, ook lezen, denk ik, ja. Ja. Dit is de ingang naar de toren. Hier hebben we ook heel wat uurtjes doorgebracht. Wat ik al eerder noemde, als kind was het natuurlijk alleen maar leuk hier. En allemaal plaatsen waar je heel leuk kon spelen, een verstoppertje doen en huisje spelen. Ik heb hier gewoon leuke herinneringen aan. Ja, en er stonden overal oude meubels en hier stond een oud bad. Zo'n gietijzeren bad, kan ik me herinneren. Dat was hier gewoon opgeruimd, denk ik. Want het werd hier niet gebruikt natuurlijk. Stond het in boelen van de vorige generatie? Ja, dat denk ik. En daar kon je eindeloos mee spelen? Ja, ja. Verkleden? Ja, en als we een huisje maakten, inrichten, zeg maar, dan haalden we zelfs planten uit de plantenkas. Want we waren hier altijd heel lang en dan gingen we het huisje gezellig inrichten, zelfs met planten. Dus ja, wat je allemaal al niet bedacht. Ja. Ik herinner me dat 's winters hier de vloerkleden werden opgerold. En dan werd de vloer hier wit gekalkt. En de meubels en de kleden, alles werd hier in deze erker gelegd. En dan kwamen er lakens over de meubels heen. En als kind gingen we daar leuk onderdoor kruipen over de rijen stoelen. Ja, dat wist je niet. Nee. Nee. En verstoppertje spelen. Dat kon hier natuurlijk heel mooi. En er waren ook grote schotten voor de ramen, weet je wel. Oh ja. 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 En 's winters dan zaten we in de rode kamer. Ja, en niet in de zaal. Kerstmis en zo in de zaal. Een kleine zaal. Dit is de rode kamer. Hier zaten we 's winters veel. Want dit was makkelijk te verwarmen, omdat het een kleine kamer is. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn grootmoeder hier in een makkelijke stoel bij de kachel zat. Hier was een gezellig zitje en een hoge tafel met stoelen eromheen waar we spelletjes deden. En een groot kabinet. De kamer stond wel heel erg vol vroeger. In deze kamer is een heel mooi oud plafond. Dat is nog uit de tijd van Johan de Witt. Die heeft hier gelogeerd. En dan zeggen we altijd, die heeft nog tegen hetzelfde plafond aangekeken.
Het was voor ons als kind natuurlijk allemaal heel leuk. En wij hebben ons natuurlijk toen niet zo gerealiseerd hoe het was voor volwassenen om zo'n landgoed draaiende te houden. Nee. Dat was natuurlijk heel intensief. En, ja. Ja, als kind hadden we een hele andere kijk erop. Voor ons was het leuk. En dan ook nog eens vakantie. Ja. Maar je had niet maar, te zorgen. We hadden niet te zorgen. En dat realiseer je later pas wat dat inhield. Ja. Vond u het spijtig dat u hier weg moest? Ja, aan de ene kant heb je spijt, maar aan de andere kant is het een hele opluchting dat je de verantwoording niet meer hebt. Want het is natuurlijk een heel gedoe om het draaien, het houden en dat het uit kan en zo. Ja, mijn grootmoeder zei ook altijd, als je het niet meer in stand kunt houden, dan moet je het wegdoen, want anders gaat het verloren. En het moet natuurlijk niet verloren gaan. Dus dat was ook een reden waarom we het weg hebben gedaan. Je had er ook voor kunnen kiezen, nou, we blijven er maar wonen en dan wordt het steeds slechter. Maar op deze manier is het wel behouden gebleven. Ja. Maar ik ben blij dat het in goede handen is en dat het een museum geworden is. En nou, het is toch wel een gezellig huis ook, vindt u niet? Het heeft iets gezelligs. Om een slotwoord te zeggen, het was een voorrecht om hier te wonen. En we vonden het heel gewoon, maar na de hand leer je het echt te waarderen en denk je, nou, ja, dat was toch wel bijzonder. In het begin van de jaren 70 is de inventaris van de borg geveild. Een aantal belangrijke stukken zijn, onder andere met steun van het Scholtenfonds, aangekocht en teruggeplaatst in de borg. Maar een groot gedeelte van de kleinere gebruiksvoorwerpen is nog steeds spoorloos. Terwijl men bezig is om de borg weer zoveel mogelijk in te richten in de stijl van de laatste bewoners. Nou, we zijn ontzettend geïnteresseerd in het wel en wee van alles wat hier gestaan heeft. En het is inderdaad inmiddels ruim een generatie geleden dat die veilingen hebben plaatsgevonden. Gelukkig krijgen we ook zo nu en dan wat aangeboden. En nu ook in het kader van die herinrichting, ik ben nu bezig met een bibliotheek, slaapkamer is op dit moment in bewerking. Maar er komt ook weer een veel gedetailleerdere eetkamer, een kinderkamer. Ga zo door, een leskamer voor de kinderen, een kamer voor de gouvernanten. Om daar op een mooie manier invulling aan te geven, ben ik overal in geïnteresseerd wat met de oude inboedel te maken heeft. Dus als mensen op dat gebied iets aan te bieden of te melden hebben, of ze weten er iets van, dan wil ik heel graag dat ze contact opnemen.